Jongens, welkom allemaal bij deze gloednieuwe aflevering van eigenlijk een uitlegvideo. Zoals jullie weten heb ik sinds kort eigenlijk een eigen modpack server, namelijk Space Astronomy 1. Zoals jullie ook zien hier op Twitch. Voor de mensen die ook mij al lang volgen, weten jullie dat jullie ook kunnen joinen. Er zijn een aantal aanpassingen al geweest ondertussen in de server. Namelijk, je moet een whitelist hebben. De whitelist kan je krijgen door op de server, op TS-server te komen. Anders kun je geen whitelist krijgen. Aangezien er al een aantal dingen gestolen zijn uit andermans base. Bijvoorbeeld diamonds, quarries die opeens weg waren. Uit bijzonderste wijze. En nooit iemand iets van weet. Dus vanaf nu is de regel, je moet een whitelist hebben. Ik vind het heel spijtig voor de mensen die niet op TeamSpeak kunnen komen, die geen whitelist dan kunnen krijgen. Voor It's Gamertje Luc is het nu anders voor, ja, hij is toegevoegd van in het begin al eigenlijk. Dus van mijn part mag hij gerust op de server nog rond blijven lopen, mij maakt dat niet uit. Maar dat is ook de enige uitzondering eigenlijk. Voor de mensen die voor de rest nog willen online komen, die moeten een whitelist krijgen door op de TS-server te komen. Voor de mensen die ook de modpack ondertussen nog altijd niet kunnen downloaden, ik ga die ook gelijk hier in deze video uitleggen. Dit is de Twitch pagina waar dan jullie eigenlijk, als jullie een bureaublad openen, dus je moet naar twitch.com gaan. Ik ga dat ook even proberen te doen. Eigenlijk niet echt twitch.com, eigenlijk is het curse.com. De curse launcher moeten hebben, dus de curse launcher, de curse dingen. Dan moet je eigenlijk naar niet echt de curse, nee. Het is niet curse launcher, het is de Twitch launcher. Ik ben verkeerd, Twitch launcher. Als je hier gewoon naar Twitch, niet naar deze gaat, naar de Twitch app gaat, dus normaal gezien kun je de Twitch app gebruiken, dus de Twitch app, Twitch app downloaden, dan kom je eigenlijk op deze terecht. Dus als je naar deze link gaat, www.twitchapp.twitch.tv, link gaat ook bovenaan de beschrijving staan, jongens, dus jullie kunnen hem gemakkelijk vinden. Download gewoon deze button. In de video zelf van deze legt ze u ook uit wat je allemaal kunt doen daarmee. In ieder geval, als je dat gedownload krijgt, heb je hier een icoonbuttentje op je scherm, op je bureaublad staan. En als je deze dan opent, krijg je eigenlijk dit voor u. Het eerste wat ons u gaan vragen is u voor in te loggen, zoals eigenlijk normaal gezien ook hoort, zeg maar. En wat ons u dan, wat je dan eigenlijk mee kunt doen. Je kunt eigenlijk alle livestreams volgen, je kunt alle vrienden volgen die u onlangs toegevoegd hebben of die u onlangs tegen u praat hebben. Je kunt de Twitch streams volgen. Je kunt hier de following volgen, dus wie dat allemaal volgt. Je kunt browsen, dus wie dat live is en zo van dingen. Je kunt mine games doen, dus je kunt hier verschillende games op toevoegen. De grootste games die ik nu tot hiertoe weet is dat je Minecraft kunt toevoegen. Dus die heb ik eigenlijk ondertussen ook toegevoegd. Je kunt Minecraft erop toevoegen. Normaal gezien kun je ook nog andere games op toevoegen, zoals jullie hier kunnen zien. Kunnen ook nog heel veel andere toevoegen. Ook waarschijnlijk kopen, dacht ik, dat hij moet doen. Maar dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Minecraft is daarin een vrij gemakkelijke game die je hier kunt toevoegen. Voor je kunt dat eigenlijk gewoon gratis toevoegen. Zoals jullie kunnen zien, hier staan de games eigenlijk. Dat jullie er via de Twitch launcher kunnen installeren. Like Stardew Valley, Dark Quest Dungeons, World of Tanks, World of Warcraft, de Secret World, kun je hier allemaal op toevoegen. Wat je dan eigenlijk moet doen is de Minecraft toevoegen. En dan heb je hier eigenlijk bij mijn modpacks ga je niks zien staan. Bij mij staat er nu al heel veel dingen omdat ik al verschillende modpacks gespeeld heb. En dan kun je eigenlijk hier gewoon alle modpacks zien. Wat je eigenlijk gewoon heel simpel moet doen, is gewoon Space Astronomy invoeren. Als je gewoon Space doet, komen er al op heel verschillende modpacks die eigenlijk met Space Astronomy te maken heeft. Dus met de ruimte te maken heeft. Wat je eigenlijk moet doen, is niet deze modpack, maar deze modpack te aanklikken.
Dan kom je eigenlijk gewoon hier standaard in de game. Of standaard op de Minecraft modpack. Zoals jullie kunnen zien is het ook de Minecraft versie 1.7.10. Wat dat dan eigenlijk gewoon doet, is effectief naar versies gaat. Om aangezien dat Nitrado niet de nieuwste versie heeft, die gebruikt van SpaceAstronie, heb ik een lagere versie moeten gebruiken. De versie die ik nu momenteel gebruik van Nitrado is momenteel 1.7.3 slash 1.7.10 zip open beta. Dus dan moet je hier eigenlijk op klikken. Als je hierop klikt, installeert die, CLA, alles wordt in orde gebracht. Uiteindelijk krijg je dan deze modpack eigenlijk in je modlijst te staan, of deze dingen in je modlijst te staan, zeg maar. Je kunt dan ook weer upgraden, maar dat is dan naar de laatste nieuwe versie. Mocht je het anders gedaan hebben, mocht je de modpack al eerder geïnstalleerd hebben, dan wat je eigenlijk dan moet doen is, dat ik weer space doet. Dat ik dan mocht ik hier gewoon op installen doen, dan kun je eigenlijk gewoon nog na het installeren, kun je eigenlijk de SpaceAstronie modpack nog aanpassen, namelijk door naar versies te gaan. En dan ga je normaal gezien deze zien als current. Dus als de release current versie. Wat we eigenlijk doen is change profile versie is naar de SpaceAstronie 1.7.3 slash 1.7.10 zip beta doen. Hierop klikken en dan kunnen deze dan installeren. Je kunt dat doen met een nieuw profiel, dus dat je een volledig nieuw profiel creëert. Dat je de huidige modpack, dus de nieuwste versie ook in uw modpack, in uw Minecraft, in uw, op je computer installeert en dan de oudere versie ook installeert op je computer. Dat is een beetje vanaf te zien van hoeveel ruimte dat je nog hebt op je PC en zo van dingen. Best is gewoon direct de oude versie te doen, voor ik kan de modpack toch niet echt upgraden. Tenzij als ik hem wil upgraden, dat ik alle mods aanpas van een Nitrado. Maar ja, 170 mods, heel veel werk, niet echt te doen voor mij. Dus wat je eigenlijk dan doet, heb deze modpack. Wat het ook nu is, ik heb een ja, Pietje 538, dus met andere woorden, Colin heeft met andere woorden een mod gevonden waar dat je eigenlijk security in hebt. Dus waar dat je verschillende blokken in hebt, aangezien dat er heel veel dingen gestolen zijn. Ga ik deze in de modpack steken. Er zitten voor de rest andere, ook nog andere mods in, lijkt de Sleeping Bag mod, Sleeping mod zit er ook in, dat als 50% moet slapen, maar dat is gewoon server based. Dat is niet voor de clients, dit niet voor jullie. Dat is gewoon eigenlijk enkel voor de server dat dat geïnstalleerd is. Die security craft, dat is wel voor iedereen. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom dat ik deze video maak. Dat jullie dat eigenlijk kunnen dan gebruiken, zeg maar. Of dan jullie de security kunt gebruiken, dus dat je eigenlijk gans je huis kunt beveiligen. Met camera's, lasers, alarmen, buttons en zo van dingen. Dus dat kun je eigenlijk allemaal aanpassen dan in de mod zelf. Wat je eigenlijk hoeft te doen als je de mod wilt toevoegen in je Minecraft, in je modpack, gaat eerst en vooral naar de Twitch Launcher. Dus naar de Twitch. Je opent eigenlijk de Twitch-app, gaat naar mods. Dus hoe dat hier ook bij mij staat, naar mods. SpaceAstronie. En dan in plaats van gewoon direct op play te klikken, druk de eerst en vooral op de drie pijltjes hier in de hoek. Ik weet niet of je dat goed kunt zien op de dingen. Ik kan hem eventueel een klein beetje uitvergroten, dat jullie het wel kunnen zien namelijk. Dus dan zien jullie eigenlijk dit. Wat je eigenlijk moet doen is naar deze te gaan. Wat dat hier dan op doet eigenlijk is open profile of open folder. Dan ga je een apart document eigenlijk openen. Ik ga even mijn dingen terug goed zetten. Dan ga je deze documenten openen. Hier staat eigenlijk uw dingen. Je kunt dat ook gemakkelijk vinden door deze PC, Local C gebruikers, Matthias. Dat is dan voor mijn PC, bij u dat bijvoorbeeld Colin of bij u of Pietje of Jack of weet ik veel wat. Documenten, cursus, Minecraft instanties en SpaceAstronie. Dat is eigenlijk zeer gemakkelijk voor te vinden. Ik kan hem zo eigenlijk vinden. Cursus, Minecraft instanties, SpaceAstronie en voilà, ik heb hem al. Dat is letterlijk wat je eigenlijk moet doen dan.
Dus zo kun je eigenlijk ook naar die dingen gaan. Dus je moet even niet echt direct een Twitch launcher daarvoor openen, maar je kunt het ook gewoon zo doen. Het beste is gewoon via de Twitch launcher doen, omdat het makkelijkste is. Dan zijn ze zeker dat je op de juiste folder zit en zo van dingen. Dus daar raad ik je eigenlijk wel het best aan. Wat dan eigenlijk moet doen, je gaat naar mods. En dan zie je hier alle mods dan erin zitten. Dit zijn alle mods die er voorlopig in zitten in de server. Die eigenlijk standaard worden toegevoegd op de server zelf. Wat dat je doet. Het eerste linkje of het tweede linkje in de beschrijving, die gaat namelijk dit zijn: de CurseForce, Minecraft CurseForce link. Hier is de mod eigenlijk van de SecurityCraft, dus wat dat je hier eigenlijk allemaal mee kunt doen. Je kunt hier ook in maatjes kijken, dus wat dat je eigenlijk allemaal kunt maken. Deze moet je dan niet maken, bijvoorbeeld. Deze kun je eigenlijk neerzetten, de radar. Je kunt een deur maken met een keypad, dus dat de deur enkel open gaat met een bepaalde code. En dat is eigenlijk een beetje alles wat je effectief kunt maken in deze modpack. Je kunt ook nog heel veel verschillende reinforced stenen maken, door je huis eigenlijk extra te gaan beveiligen en zo van dingen. Dus dat moet je allemaal eigenlijk niet doen. Dat kun je eigenlijk allemaal doen in deze modpack. Wat je eigenlijk doet, gaat direct naar de file browser gaan, dus gaat direct naar de juiste link gaan ook. Wat je eigenlijk moet doen is deze downloaden. Als ik deze gedownload heb, ga je natuurlijk hier beneden een melding krijgen van dit is een kan schadelijk zijn voor de PC. Ja, niks van aantrekken, dat is gewoon normaal. Dat is gewoon van omdat dat van Java uitkomt, dus dat is eigenlijk niet belangrijk. Dus je kunt dat gewoon behouden. Wat dat eigenlijk dan doet als je deze of gedownload hebt eigenlijk. Ga je naar die documenten, je zet dat gewoon in een klein venster, wat ik nu doe. Wat je letterlijk en figuurlijk doet, is je opent je, of je sleept vanuit je bestand hier, sleept het naar je mods en sleept het erin. Bij mij staat het er nu al in, ik ga dit bestand overstaan. Bij mij stak de mod er al in, omdat ik een paar dingen zitten testen heb voor jullie. Ondertussen al dat de server daardoor niet crasht, of Sea of Love, of mijn Minecraft daarvoor niet crasht. Ik heb een paar dingen zijn uittesten, dus dan komt hij er gewoon hier in. Hoe dat je het ook nog kunt doen als je het niet echt overweg kunt met slepen en zo van dingen, gaat naar je documenten of naar je downloads, je pakt deze mod, je kopieert het of je knipt het direct. Knippen, documenten, plakken en hebben het hem ook eigenlijk zo gezegd. Dus dat is eigenlijk een beetje het enige wat je moet doen dan. Zo werkt eigenlijk de mod toevoeging. Dan wat je gewoon moet doen, de mod zit hier automatisch in. Ik weet niet of dat hem hier direct gaat kunnen zien. Volgens mij gaan we hier niet direct bij zien staan. Omdat dit, wel Security Craft. Zie je hem er effectief bij staan ook. Dus je kunt altijd controleren of hij erbij staat. Wat hij dan eigenlijk gewoon doet is play doen. Dan ga je je Minecraft launcher openen. Dus ga je deze kunnen doen en moet deze eigenlijk even opstarten. Als het goed is, start hij normaal op en CLA, alles komt normaal in orde. Dus stuurt even natuurlijk voor op te starten. Dat is altijd zo. Minecraft is een redelijk zware modpack. Wat ik jullie ook aanraad, als je de modpack speelt of als je de modpack wilt spelen, zorg ervoor dat je ook minimum 4 gigram hebt in je PC. Anders gaat het heel lastig worden om de modpack te spelen, namelijk. Nee, ik ben even aan het opstarten. Dat duurt altijd even. Het is normaal dat die alle mods nu zitten laden. Ja, ik zei het, dat duurt altijd even. Dat is heel normaal dat het allemaal even duurt. Je moet ze gewoon even laten laden. Als het goed is, laat die automatisch, laat die direct ook goed in. Het kan gebeuren dat hij af en toe niet reageert of zo. Dat is heel normaal voor de modpack. Omdat hij alles moet inladen, zeg maar. Mij staat nu ook al redelijk veel open op mijn PC. Dus ik weet niet of mijn PC het nog gaat aankunnen. Ja, het lukt nog. Met heel veel moeite lukt het nog. Dus ja. Dat is heel normaal dat hij even een keer niet reageert of zo. Of het een of het ander. Dat is echt allemaal heel normaal. Komt al allemaal in orde eigenlijk. Dus als die opgestart is, als het goed is, gaat die zo opstarten. 185 mods zitten er tot hiertoe in. Dat klopt ook. Je hebt heel veel keuzes, je hebt heel veel dingen dat je kunt doen eigenlijk. En ja,
Meer kan ik u niet echt zeggen. Het is een heel leuke modpack. Ik vind het in ieder geval een heel leuke modpack. En ik hoop eigenlijk zo lang mogelijk met deze modpack te kunnen door te gaan. Ik ben sowieso niet heel snel in mijn modpacks. Als ik het op mijn gemak wil doen, kan ik het echt op mijn gemak doen. Kan ik er echt maanden mee bezig zijn. Maar dat ga ik jullie ook niet aandoen. Tegen oktober waarschijnlijk toch een nieuwe modpack of iets anders of zo. Of een andere game. Dat ik ga doen waarschijnlijk. Dus in ieder geval. Nu reageert hij weer even niet, dat is heel normaal. Nu zit hij allemaal texture blocks in te laden van. Ik geloof dat van. Ja, met map creations en zo. Allemaal texture blocks, dat die texture item dat hij aan het inladen is. Allemaal echt heel normaal. Als ik die opgestart is, kom ik direct hier eigenlijk op. Dit moet er allemaal niet naar kijken, dit hoefde eigenlijk ja, allemaal. Aan te raken. Dus het opties dan, je kunt je controls aanpassen. Je controls moeten sowieso wel aanpassen waarschijnlijk. Voor controls gaan ja, allemaal door elkaar staan en zo, zo'n dingen. Video settings, wat ik u ook aanraad als je een zeer lage PC hebt, zet u max frames op bijvoorbeeld 60 fps in plaats van 120 fps of zo. Het is veel handiger, zet ook je render distance uit. Zet uw mipmap levels uit, zet u particles allemaal af, zeg maar, of minimaal, of gewoon direct uit, zeg maar. Dat kun je allemaal aanpassen dan. Voor de rest, ja, is het eigenlijk allemaal standaard. Je kunt hier single player doen, dat is allemaal goed. En je kunt multiplayer dan doen. Je hebt altijd 4 servers die standaard in, de modpack gaan staan. Niet opletten, je kunt er niet op, omdat je niet in de verkeerde, versie zit. Als ik het ook ga zien. Wat ik ook ga proberen. Kunnen er inderdaad niet op, omdat die ja, in een verkeerde versie zit, zeg maar. En dan kun je eigenlijk deze server joinen. Ik had die P niet laten zien. Het is gewoon een server. Ik kan er nu ook niet op, omdat ik de verkeerde Minecraft versie normaal of de mod toegevoegd heb. Ik kan er wel op, is niet de bedoeling. Ja, dus juist, die zit nog niet in de, modpack, in de dingen zelf. Juist. Ik kon er sowieso op, omdat die enkel client, base erin zit met mij, maar niet server base. Ik ga ook direct disconnecten eigenlijk. Maar dat is niet de bedoeling voor te joinen. In ieder geval, dus dat moet je doen. Dat is eigenlijk een beetje een modpack. Zo kun je joinen. Als je joint, ik zei het u. Probeert gewoon op Teamspeak te komen, dan kun je alle gegevens krijgen van de server. Kun je een IP krijgen, kun je echt alle gegevens krijgen. Wat ik wel aanraad, er zit een bepaalde blok in. Namelijk de mine. Gebruik die alsjeblieft niks. Gebruik gewoon sowieso niet op de server niks van TNT ofzo. Ik weet, je moet een blok gebruiken of je moet een keer TNT gebruiken. Voor een bepaalde mod te kunnen starten, namelijk Primitive Craft. Daarvan moet je TNT gebruiken, maar voor de rest vermijd TNT alsjeblieft, want dat verbrengt heel veel lag op de server. Is heel irritant als er een huis wordt opgeblazen, zo maak ik het allemaal gaan fixen. En moet ik er een backup gaan insteken en moet ik dat gaan doen, gebruik het alsjeblieft niet. Zorg ervoor dat, dat je vriendelijk bent op de server, zorg ervoor dat je overeenkomt. Als er iets een keer iets gevraagd wordt ofzo. Probeer het dan ook te doen, of als, als er een opmerking gemaakt wordt dat er te veel water stroomt of zo. Probeer het dan te fixen omdat er lek is of zo, of als er te veel mensen online zijn. Probeer het dan niet duizend kilometers te gaan vliegen met je jetpack of met je glider of zo. Dus dat je geen lek creëert, zeg maar. Zorg ervoor dat je de server geen lek creëert. Er kunnen 12 man op. 4 of 5 man zitten nu sowieso op de whitelist, namelijk ik, Pietje, Stijn, Jens en het gamertje Luc zitten nu momenteel op. Masha en Kiki moeten sowieso nog bijgevoegd worden. Die ga ik er later nog bij opvoegen. Jakke XZag moet er denk ik ook nog bijgevoegd worden. Dat zijn sowieso een paar standaard mensen die er al op zitten. Koen zit er ook in, het schoen. Dus er kunnen nog een aantal mensen joinen. De server heeft ook maar 4 gigram. Of 2 gigram, let er ook op. De server is niet onbepaald RAM of onvoldoende RAM of
Allee, nee, niet onvoldoende. Het is niet oneindig veel RAM. Ik betaal er ook gewoon 10 euro per maand voor. Dus reken erop. Ik moet dit allemaal niet doen, jongens. Even voor duidelijk. Ik moet echt allemaal die cijfers niet aanzetten. En probeer echt gewoon overeen te komen. Als ze niet overeen gaan komen worden om de cijfer, ga ik gewoon zeggen: sorry jongens, ik kap er mee met de cijfer. Ik hoef het echt allemaal niet te doen. Reken erop. Ik zit nu momenteel zonder werk. Even voor duidelijkheid. Ik ben vrijdag ontslagen, letterlijk en figuurlijk van mijn werk. Dus ik zit nu momenteel, ja, eigenlijk nu momenteel 2 dagen zonder werk. Ik ga ook kijken voor een nieuwe job aan te pakken. Kan beginnen bij een kameraad van mij die ook ergens werkt, waar dat er heel veel verdient, allee, waar dat je heel veel kunt verdienen. Heel leuke uren zijn, heel leuke collega's zijn. Dus ik ga proberen daar te beginnen. Lukt mij dat, dan is dat veel te beter. Waarschijnlijk ga ik dan ook wel heel veel streams moeten missen of zo. Vaak heel veel minder een keer kunnen streamen, omdat ik dan effectief nog moet leren voordat ik daar een jaar stage loop, zo gezegd. Dus dan moet ik sowieso heel veel nog in mijn boeken kijken voor te leren en voor mijn examen dan op eigenlijk 2 keer per jaar of 3 keer per jaar te doen. Dus reken erop, jongens, als ik daar binnen geraak, is sowieso iets minder streams. Waarschijnlijk ga ik daarvan ook wel nog een updatevideo maken als ik daar überhaupt binnen geraak. Dus houd mijn kanaal sowieso in de gaten. En ik zeg het nogmaals, jongens, probeer het overeen te komen op de server, anders ga ik echt om een duur zeggen van kappen mee, jongens. Probeer het ook niks meer te stelen, probeer gewoon ieder zijn eigen materiaal te gebruiken. Als ik een keer iets nodig heb van bijvoorbeeld een iron ingot of zo, vraag het allemaal altijd gerust. Een ja kunnen krijgen, nee, een nee hebt, een ja kunnen krijgen. Dus als ik bijvoorbeeld een keer een iron ingot nodig heb of zo, vraag dat dan gewoon aan de mensen. Ga niet zomaar binnen het huis en pak het zomaar uit de chest of pak het zomaar uit de Platinum 60 systeem. Ik kan niet controleren wie dat gedaan heeft. Mensen kunnen niet controleren van wie dat gedaan heeft. Dus niemand weet dat. En iedereen gaat sowieso verzwijgen. Hetzelfde met die diamonds die weg zijn geweest. Ik kan het niet bewijzen. Ik kan niet kijken in de serverlog van zoveel uren. Ik kan maar zoveel uren in de serverlog terugkijken. Dus, allez, ik kan sowieso niet zien waar en wanneer dat er gestolen is geweest of zo. Ik controleer heel veel de serverlog voor te kijken wie dat er online is. En of er dan s'avonds iets gestolen is of zo uit de chest of iets. Dus bekijk heel veel de serverlogs, even voor de duidelijkheid. Ik probeer zoveel mogelijk de serverlogs te kijken. Ik probeer zoveel mogelijk de live console te bekijken. Als er iets mis is of zo, s'avonds als ik in mijn bed lig of als ik gewoon een video zit te kijken, zit ik ook nog naar de serverlog te kijken, naar de live dashboard te kijken van de server effectief. Even te kijken wie dat er online is, of wat er allemaal wordt gezegd, of het een of het ander. Dus echt, jongens, probeer het echt overeen te komen. Dat is het enige wat ik vraag. En hiermee ga ik ook dan de server of de video afsluiten. Ik ben ondertussen 23 minuten bezig. Het is een redelijk lange update video. Dus jongens, hopelijk ga je ervan uit van deze video. Hopelijk zie ik hem graag vanavond terug bij een nieuwe video. Vanavond ben ik sowieso live. Ik ga deze video direct renderen en direct uploaden ook namelijk. Dus hopelijk ga je ervan uit van deze video. Vergeet zeker niet mijn kanaal te checken op YouTube. Vergeet zeker mijn kanaal ook niet te checken op Twitch. Want daar stream ik ook alle dagen tegenwoordig op. Hetzelfde met YouTube. Dus ik ben heel veel bezig met jullie kijkers. Heel veel bezig, heel veel actief bezig. Zowel op Twitch als op YouTube. Dus hopelijk geniet ervan. Vergeet zeker niet blauw te hebben. En mogen doen te beneden natuurlijk als ik het nog niet gedaan heb. En vergeet mij natuurlijk ook niet te volgen als je dat ook nog niet gedaan hebt. En dan zijn we voor nu zoals altijd. Bye. Bye.